Mensen die vrijdagmiddag rond het middaguur in het zonnetreintje in Nijmegen zaten, hadden even pech. Ter hoogte van het Kronenburgerpark verloor het treintje namelijk een van de wielen. Het treintje kon niet meer verder rijden en moest worden opgehaald voor reparatiewerkzaamheden. Het is niet bekend hoe lang het treintje uit de running is.